Ik krijg wel eens de vraag van een boer, jullie hebben alleen maar goede klauwverzorgers. Ik zeg ja, we hebben goede en een hele goede. Niet overdreven, hè? Bij Abeos is klauwverzorging een specialistische dienst die wij aanbieden bij de boer. De boer die belt dus op en die koopt dienst in van een klauwverzorger. En ik plan dat in wanneer het, de boer uitkomt, uiteraard. We hebben allemaal gecertificeerde klauwverzorgers in dienst. En dat biedt alleen maar voordelen voor de boer, voor de klauwverzorger, met name voor de koe. De boer is dan lid van de Abeos, zodat hij gebruik kan maken van de diensten die wij leveren. Specifiek de kennis die we hebben, ook als klauwverzorger, dat kan hij allemaal bij Abeos verkrijgen. Ja, het mooiste aan mijn vak is met de koeien bezig zijn. Dat is mijn passie. Ja. We hebben hier een melkveebedrijf met 160 melkkoeien, een bijbehorend jongvee. En we doen het bedrijf samen met mijn ouders en met mijn twee zussen. Dat is een beetje een ongeschreven wet tussen 8 en 9. Belt de boer mij op, die komt uit de melkstal. Die heeft geconstateerd dat hij pak een beetje 3 kreupele koeien heeft. En dan is het wel onze sterke kracht dat we dezelfde dag nog op het erf staan. En dan gaan we die bekappen. Als de koe kreupelt, dan kunnen ze dezelfde dag kunnen ze nog zorgen dat iemand bij je komt en de koe bekapt wordt. Wat maakt een goede klauwbekapper dan? Als eerste, je moet gek zijn van koeien, je moet er graag mee willen werken. Ja, en je moet ook met boeren werken, met veehouders omgaan. Je werkt met collega's. Ja, het is iedere keer wat anders. Elke dag brengt wat nieuws. Het is nooit, geen één dag is hetzelfde. Het is wel de bedoeling dat wij ons zorgen. En dat doen we door het leveren van gecertificeerde vakkrachten. Ja, en dat geeft wel echt veel vertrouwen.